De ene na de andere zwaan sneuvelt op het platteland van Assendelft. En dat op klaarlichte dag. Een voorbijganger die liever niet herkenbaar in beeld komt uit angst voor represailles, zag een zwaargewonde zwaan in het gras liggen. Op dat moment komt er een jager aanlopen waarbij ik vraag naar zijn vergunning, of hij überhaupt daar een vergunning voor heeft. De man die vertelt, of die zegt tegen mij van wie denk je wel niet dat je bent. En vervolgens legt hij aan en schiet hij dat beest voor onze ogen op klaarlichte dag dood. De gealarmeerde politie controleert de heren op vergunningen en komt al snel tot de conclusie dat alles in orde is. Bovendien had de landeigenaar opdracht gegeven voor de jacht. Dat is een hoop zwanenmest. Dat is van één zwaan per keer, hè? En zo'n zwaan die poept wel 3-4 keer op een dag. Dus, en als dat er een 300-400 binnen, dan snap je wel hoeveel mest erop een stukje weiland ligt. En dan lusten de koeien het gras niet meer. De boer zag dus geen andere mogelijkheid dan de inzet van jagers. Als alle andere middelen zijn uitgeput om te verjagen, om te zorgen dat er schade wordt voorkomen, dan rest alleen nog afschot. Dat is ook echt het uiterste middel wat door de provincie en uiteindelijk op verzoek van de boer wordt gedaan. Maar wat vooral steekt bij de voorbijgangers is dat het allemaal overdag pal voor hun ogen moest gebeuren. Kleine kinderen kunnen er langs lopen, noem maar op. Dat doe je niet op klaarlichte dag. Sowieso doen we dingen bij daglicht. Ten eerste omdat het in de ontheffing staat. We mogen het niet 's nachts doen. Ten tweede, als je aan het schieten bent, dan wil je dat dingen veilig gebeuren.